Ja, ik ben eigenlijk van opleiding bio-ingenieur, maar ik heb nadien eigenlijk een doctoraat gedaan in de toegepaste wiskunde. Ik zocht altijd naar iets binnen een sterk innovatieve omgeving. En binnen VDAB was er toen een functie vrij als data scientist binnen het AI Center of Excellence. Ondertussen ben ik dan doorgegroeid naar manager van het team. Nu komen daar echt wel heel veel andere leuke zaken bij, zoals het meewerken aan de strategie van VDAB op het vlak van artificiële intelligentie. Wat zijn de uitdagingen waarbij we eigenlijk meerwaarde kunnen bieden op basis van data en AI. Het aansturen van een team en ook ervoor te zorgen dat ze eigenlijk hun werk zo optimaal kunnen uitvoeren. We'll be right back.